Oké, dankjewel. Nou, bedankt om hier te mogen spreken vanochtend. Ik zal je me even voorstellen. Ik ben Michel Schaap. Ik ben al een hele tijd hematoloog in het Radboud UMC in Nijmegen. En ik ben eigenlijk werkzaam op het snijvlak van de twee gebieden waar ik het vandaag over ga hebben. Ik doe al heel lang van alles met stamceltransplantaties. Ik ben ook de Clinical Program Director, dus verantwoordelijk voor het hele stamceltransplantatieprogramma in Nijmegen. En tegelijkertijd heb ik ook als specialiteit myeloproliferatieve ziektes. Dus het raakt elkaar vandaag mooi. Dus wat dat betreft hoop ik u een interessant verhaal te kunnen vertellen. En wat ik ga doen vandaag is eigenlijk dat ik u toch iets dieper ga meenemen in wat myelofibrose nou is en hoe we daarmee omgaan. Want om te kunnen begrijpen waarom we nou wel of niet gaan transplanteren op een gegeven moment, heb je wat achtergrondinformatie nodig. En daarom wil ik iets zeggen over de oorsprong van de myelofibrose en over de mutaties die daarbij een rol spelen. Want die mutaties, die afwijkingen die in die cellen gaan ontstaan, die spelen steeds een belangrijkere rol bij de beslissing van ons als artsen om wel of niet te gaan transplanteren. En het moment van transplantatie uit te kiezen. Gaan we het nog uitstellen of gaan we op hele korte termijn gaan we een donor zoeken en gaan we transplanteren? En dan zal ik iets vertellen over de allogene stamceltransplantatie zelf. Ik zal proberen uit te leggen wie we dan gaan transplanteren en wanneer we gaan transplanteren. En ik zal u uitleggen hoe we gaan transplanteren. En ik zal u eens laten zien over de resultaten van stamceltransplantaties op zichzelf. En dus hoe gaat het nou met die patiënten die getransplanteerd worden? Nou, allereerst een korte inleidende dia. Wat zijn nou myeloproliferatieve ziektes? Myeloproliferatieve ziektes zijn in feite groeifactor onafhankelijke proliferatie, wat wij noemen. Dat is groeideling van stamcellen. En dat leidt dan tot een overmaat aan functionele stamcellen. En dat zijn stamcellen die in staat zijn om normale bloedplaatjes, normale eritrocyten en normale trombocyten te vormen. Dat in tegenstelling tot een acute leukemie, waarbij de ontwikkelingsfase blijft hangen in hele onrijpe cellen en je eigenlijk geen functionele cellen meer in je lijf hebt met infecties, blauwe plekken, etc. Maar dat is iets heel anders bij myeloproliferatieve ziekten. Het zijn dus rijpe en functionele bloedcellen. En wat we nu weten tegenwoordig is dat alle drivermutaties, dat zijn eigenlijk de afwijkingen die ten grondslag liggen aan die ziekte, dat die gevonden worden in gebieden die, waar de groeifactoren van belang zijn. Dat zijn groeifactor-receptor-afhankelijke mutaties. En dat zal ik u dadelijk ook helemaal uit gaan leggen. Nou, en wat doen die mutaties dan? Die mutaties die leiden dan dat cellen signalen geven aan eiwitten en die eiwitten geven weer aanleiding tot deling van cellen en die deling die blijft maar doorgaan. Nou, wat zijn nou de meest frequente complicaties van myeloproliferatieve ziektes? Dat weet u wellicht wel. Dat is natuurlijk trombose, dat moeten we zien te voorkomen. Bloedingen kunnen het zijn. Als het plaatjesaantal veel te hoog wordt, dan kun je zelfs gaan bloeden in plaats van trombose krijgen. En uiteindelijk fibrose van het beenmerg. En fibrose van het beenmerg, dat kan leiden tot een falen van het beenmerg op een gegeven moment, waardoor je bijvoorbeeld infecties kan krijgen. Het kan leiden tot uiteindelijk te lage plaatjes, te laag HB. En het kan ook leiden uiteindelijk tot het ontstaan van leukemie. Dus leukemische transformatie, zoals we dat noemen. En de klassieke, wat wij noemen BCR-ABL, negatieve MPN's. En BCR-ABL, dat is een eiwit wat een rol speelt bij chronische myeloïde leukemie. En dat is de meest voorkomende myeloproliferatieve ziekte. Maar die houden we buiten beschouwing in deze groep ziektes. Zijn polycythemia vera, essentiële trombocytose en primaire myelofibrose. En als je nou gaat kijken naar de nieuwe WHO-classificatie, dat is een soort classificatie die wij elke dag weer gebruiken om die ziektes goed van elkaar te kunnen onderscheiden, dan wordt daar tegenwoordig de mastocytose, die vroeger wel tot de myeloproliferatieve ziekte hoorde, wordt er niet meer toe gerekend. Maar we hebben nog wel de polycythemia vera en de essentiële trombocytose, die ongeveer 2 op de 100.000 patiënten per jaar voorkomt, ontstaat. En je hebt ook eosinofiele myeloproliferatieve ziektes, daar ga ik verder niet op in. Je hebt ook nog atypische CML en chronische neutrofiele leukemieën, daar ga ik verder ook niet in. En je hebt de myelofibrose die dan ongeveer
1 op de 100.000 voorkomt. En we weten tegenwoordig bijna van alle ziektes de mutaties. We weten eigenlijk van alle ziektes wat er nou in ieder geval voor een groot deel aan ten grondslag ligt dat die ziekte gaat ontstaan. Waarom die mutaties ontstaan is een heel ander iets. Daar weten we nog helemaal niks of weinig van. Maar we weten wel welke mutaties er zijn. En dat heeft ons natuurlijk heel erg geholpen in de afgelopen jaren om de ziektes van elkaar te kunnen onderscheiden en ook te kunnen duiden als zijnde van ja, we hebben hier niet echt te maken met een myeloproliferatieve ziekte, want je hebt allerlei redenen waarom je trombocyten verhoogd kunnen zijn. Maar als we de mutatie vinden, dan weten we eigenlijk van hé, dat is echt een myeloproliferatieve ziekte. En zo weten we dat hè, bij de mastocytose de c-KIT mutaties hebt. Nou, de Polycythemia vera is natuurlijk bekend. JAK2 mutaties heb je daar. Essentiële trombocytose, JAK2, MIPPEL en CALR mutaties. En bijvoorbeeld bij de chronische eosinofile leukemie zijn er weer PDGF mutaties. En bij de CML de BCR-ABL en de chronisch atypische leukemie en atypische CML de CF3R mutatie bijvoorbeeld. En bij de myelofibrose heb je weer de JAK2, de CALR en de MIPPEL mutaties. En zo zie je dat je eigenlijk al deze ziektes kunt determineren aan de hand van die mutaties. En als je dan kijkt van dit zijn alle myeloproliferatieve ziektes op een hoop gegooid, dan zie je dat eigenlijk in de PV bijna alle patiënten herkend kunnen worden aan de mutaties. Maar een heel klein deel van de patiënten wat een beeld heeft van een PV, maar waar je de mutatie niet kan vinden. En bij ET zijn dat de andere drie mutaties die je bijna altijd vindt. Hè, de JAK, de JAK2 exon 12, dat is die zwarte. De V617F, dat is de blauwe. MIPPEL, die zie je dan weer bij myelofibrose en ET. Hè, en de CALR, die je ook bij myelofibrose en ET ziet. En als je heel goed gaat kijken bij de patiënten waarbij je geen mutaties vindt, dan weet je eigenlijk dat als je diep gaat kijken, je ook nog een deel kunt uithalen die toch die mutatie heeft, maar die zit dan net op een iets andere plek. Dan kun je hem er toch uithalen en een deel vind je inderdaad geen mutaties. En die hebben wel het klinische ziektebeeld. Nou, ik ga u nu proberen aan een soort versimpelde manier uit te leggen wat er nou gebeurt bij zo'n mutatie. Want dat is wel van belang dat je een beetje snapt wat er nou in je lijf gebeurt. En dit is eigenlijk een versimpelde versie van een cel in je lichaam, van cellen in je lichaam. En je moet dat voorstellen als een flatgebouw. En dat flatgebouw dat heeft verschillende torens. En onderin dat flatgebouw daar zit een commandocentrum. En dat commandocentrum dat is de celkern. Nou kan het zo zijn dat er in dat commandocentrum dat daar iets fout gaat. Dat daar een fout gaat ontstaan. Een van de commandeurs die daar zit, die gaat iets verkeerd doen. En wat gaat die doen? Die stuurt de verkeerde verwarmingsmonteurs naar boven toe in de flat. En die verwarmingsmonteurs die moeten eigenlijk de verwarmingsinstallatie controleren. En wat ze dan doen is dat ze het verkeerde commando geven. En dat verkeerde commando dat is die mutatie. En vervolgens gaan die monteurs met verkeerde commando naar boven. En afhankelijk van welk verkeerd commando die monteurs hebben gekregen, gaan ze in het ene flatgebouw zitten, de zogenaamde EPO-receptor, of ze gaan in het andere flatgebouw van de cel zitten, en dat is bijvoorbeeld de TPO-receptor. En dan weten we dat bijvoorbeeld bepaalde monteurs bepaalde opdrachten krijgen. Dus de MIPPEL-mutatie, dus de verkeerde MIPPEL-opdracht, of de CALR-mutatie, die komt nooit in die EPO-receptor voor. Maar omgekeerd, de JAK-mutatie, die kan in allebei weer voorkomen. Nou, wat gebeurt er nou? Die verwarmingsmonteurs die klimmen naar boven toe en die gaan vanuit die celkern gaan ze in feite naar de receptor toe die buiten aan de celmembraan zit. Je moet voorstellen, dit is de binnenkant van de cel en dit steekt er nog een beetje uit. En dat is de celreceptor en hier heb je dat ook weer afgebeeld. Dit is de celkern en dit is de receptor die aan de buitenkant zit. En die receptor die pikt signalen op van buitenaf als er iets gebeuren moet. Dat zal ik u dadelijk laten zien. Nou, en wat gebeurt er nou? Stel dat je die JAK2 exon mutatie hebt, dan heeft die commandocentrum eigenlijk het verkeerde signaal meegegeven aan die verwarmingsmonteur en die klimt tot deze verdieping hier in de cel. En dat is dit stukje in de cel hier. Die komt niet zo heel hoog en die zet hier de thermostaat, die stelt die verwarming verkeerd af, waardoor de thermostaat niet meer werkt. En de thermostaat werkt niet meer. En wat gebeurt er nou als de thermostaat kapot is? Dan bespeurt hij niet meer dat het te warm is in de kamer en de verwarmingsketel blijft aanstaan. Dus
Er blijft maar hitte geproduceerd worden. Oftewel, er blijft maar weer signalen teruggaan naar beneden toe, naar een ander deel van het commandocentrum. En die zeggen delen met die cellen. En wat gebeurt er dan? Dan gaan die cellen delen. Nou, als je dan de JAK2 Exon 12 hebt of de JAK2 V617F, gebeurt het in deze toren van de flat. Maar heb je de MIPL-mutatie of de CalR-mutatie, dan gebeurt het in deze toren, in de TPO-toren. En die MIPL-mutatie, die monteurs, die klimmen tot deze verdieping. Dat zit hier ergens, je ziet het net erboven. Die klimmen tot deze verdieping en stellen hier de verwarmingsketel verkeerd af. En dan gebeurt precies hetzelfde. Dan gaat ook weer dat verkeerde signaal naar beneden. En dat komt ook weer in JAK2 terecht. En dan wordt in JAK2, dus tweede etage, wordt in feite het signaal ook weer overgegeven. En weer gaan die verwarmingsketels te hard draaien. En tegelijkertijd kan ook precies hetzelfde gebeuren als je helemaal naar de DAK toe gaat. En dat is hier, waarbij je met de CalR-mutatie zit. Als je de CalR-mutatie hebt, wordt die monteur helemaal hier naar het DAK gestuurd. En zet hij hier de verwarmingsketel verkeerd aan. En dan gaat het signaal hier naar beneden. En uiteindelijk komt het weer hier beneden in het commandocentrum terecht. En die cellen die blijven maar delen. En zo kun je dus zien dat je verschillende mutaties hebt in verschillende receptoren. En die mutaties die zorgen uiteindelijk allemaal dat hier in dat JAK2 uiteindelijk, en dat is een JAK2 pathway, vanuit het JAK2 gaan de signalen weer verder deze kant op, dat die signalen aan blijven staan. En dit is wat er dus eigenlijk gebeurt. Er worden verkeerde opdrachten gegeven. En hier zie je dan hoe dat nou voor dat JAK zit, want dit is dat commandocentrum in die celkern. En dat commandocentrum, dat is eigenlijk de thermostaat. En hier zit die thermostaat en die thermostaat die geeft dan eigenlijk aan hier. Op een gegeven moment krijgt die thermostaat een signaal van bovenaf van er is te weinig bloed, er is de HB is te laag, de EPO-receptor wordt aangezet, zal ik zo laten zien. En deze geeft dan het signaal naar de cellen toe, gaat delen. En dan heeft dat commandocentrum heeft nog een feedback systeem en dat is het interne deel van de thermostaat. En die zegt eigenlijk die thermostaat van ja is goed, ik ga cellen produceren, maar op het moment dat het HB-gehalte of het plaatjesgehalte weer hoog genoeg is, dan gaat dit signaaltje spelen en dit signaaltje geeft dan een negatief terugkoppelingssignaal aan de thermostaat. Dus dit is eigenlijk de schakeling die thermostaat weer stopzet. En hier wordt die thermostaat stopgezet. Nou, wat is er nou aan de hand als je die JAK2-mutatie hebt? Dan is het hier het foute boel, in dat pseudokinase-domein. En wat gebeurt er dan? Dan valt die negatieve terugkoppeling weg. En dat is dan wat er gebeurt. Die negatieve terugkoppeling in de thermostaat valt weg en de boel die blijft hier aanstaan. Dus heb je de JAK2-mutatie, dan blijft die maar aanstaan. En heb je de MIPL of de CalR-mutatie, dan krijgt die via een hoger niveau precies dezelfde opdracht. Blijf aanstaan, maar dan komt het van deze kant af het signaal en dan heeft het hier niks mee te maken. Een vraag stellen. Zit er een verschil in de... je hebt een JAK2 met dit nummer en je hebt die andere, die Exon 12. Nee, dat maakt niet zoveel uit. Nou, hier ziet u dat nog eens heel mooi afgebeeld. Dit is eigenlijk de natuurlijke situatie. Een cel heeft een receptor en dit is voor het hemoglobine, de EPO-receptor. En die EPO-receptor, als je HB hoog genoeg is, dan zit hij daar rustig en dan doet hij niks. Op het moment dat een HB gaat dalen, om wat voor reden ook, je gaat bloeden of iets dergelijks, dan gaat de nier gaat EPO uitscheiden, EPO in de bloedsomloop. En dat EPO dat gaat hier op die receptor zitten, op die cel. En dat is dat signaal vanuit boven in die flat, dat het naar beneden, naar het commandocentrum wat hier ligt. En die zegt dan, ga delen en dan wordt de signaal nog verder doorgegeven naar de cel. En dan kom je in het andere commandocentrum terecht en dan gaat die cel delen. En dit is nou wat er gebeurt als je die mutatie hebt. Dan heb je als het ware hierboven, die monteur heeft hier het verkeerde werk gedaan. En dan blijft hier de boel aanstaan. En dan hier betekent dat signaal maar de cel in blijft gaan zonder dat je EPO hebt. En je blijft EPO onafhankelijk, blijf je maar die signalen doorgeven. En blijft de boel aanstaan en blijven de cellen dus delen. Nou, dan kun je je afvragen van, als ik nou één mutatie heb, en hoe kan dat nou leiden tot drie ziektebeelden? Want dat is toch wel vreemd. Je hebt één mutatie bijvoorbeeld en die mutatie die kan bij verschillende ziektebeelden voorkomen. Nou, hier zie je dat eigenlijk. Hier hoeft u niet zo naar te kijken, dat laat ik u zadelijk nog zien. Maar wat er gebeurt is dat je op de een of andere manier al een soort aanleg moet hebben. En wat je dan doet is dat er op een gegeven moment in een stamcel ontstaat één van die mutaties. Stel dat je een JAK2-mutatie hebt, dan ontstaat er hier een polycythemia vera.
Of je hebt een CalR-mutatie of een MIPL-mutatie. Hè, en dan kan er op een gegeven moment een essentiële trombocytose gaan ontstaan. Hè, of je hebt een van deze twee ziektebeelden. Of je hebt een mutatie die, en dat heeft dan meestal te maken met de hoeveelheid gemuteerd eiwit wat er is, dat direct tot een myelofibrose leidt. Dan kan het zo zijn dat er op een gegeven moment, omdat er al een kortsluiting in de meterkast zit, omdat die thermostaat al kapot is, er nieuwe afwijkingen gaan ontstaan in die cel, extra afwijkingen, en dat zijn die je hier allemaal ziet. En dan betekent dat er door die extra afwijking ineens een verandering komt in dat ziektebeeld en dat die PV als het ware over kan gaan naar een myelofibrose. En dat die ET over kan gaan naar een myelofibrose. Dus door extra mutaties naast die JAK of naast die MIPL en CalR of die JAK kan er een ander beeld gaan ontstaan waardoor die ziekte in een soort stroomversnelling komt, waardoor dat het uiteindelijk een myelofibrose gaat ontstaan. Het kan ook vrij direct zijn en mogelijk speelt er dan hier toch al een periode aan, gaat eraan vooraf waarbij deze mutaties ook al een rol spelen en dan ontstaat er direct myelofibrose. Nou, ik ga u nu meenemen naar een patiënt, want dat is toch altijd het meest zinvolle. En het is een patiënt, die is jong, 47 jaar en die komt in september 2017 bij de huisarts in verband met tintelingen en jeuk over het hele lichaam. Nou, de huisarts die doet bloedonderzoek, want die denkt, ik vertrouw het toch niet helemaal. Dat is raar, hij komt nooit op mijn spreekuur en als hij komt, dan is er wel iets aan de hand en hij prikt bloed. En dan vindt hij een veel te hoog aantal leukocyten en een te hoog aantal trombocyten. Nou, de leukocyten blijken dan 26 te zijn, de trombo's blijken ietsjes verhoogd te zijn, maar dat valt nog eigenlijk best wel mee. Maar vooral die leukocytose die valt dan op. En dan wordt die man doorgestuurd naar de internist en die internist gaat verder zoeken en die vindt dan uiteindelijk een primaire myelofibrose. Hij zet de mutatie, die JAK-mutatie in. Op dat moment was alleen de JAK-mutatie was op dat moment bekend. Nog, toen hadden we nog geen CalR of MIPL, dat wisten we nog niet. En we hadden wel al een DIPS-score. En hij vond een JAK2-mutatie, die was negatief. En de DIPS-score, was 1, intermediate 1. Vanwege de leukocytose, dus een vrij lage DIPS. De mild was gering vergroot. En op de echo 18 centimeter net onder de ribbenboog te voelen. En de patiënt werd doorverwezen, omdat hij zo jong was, naar onze polykliniek met de vraag van, ja, wat moeten we nou gaan doen? Nou, nog even die DIPS-score, want dat is de meest gebruikte risicoscore nog steeds op dit moment. Dat is een score waarbij je leeftijd een strafpunt geeft als je boven de 65 bent. Als je zogenaamde constitutionele symptomen hebt, krijg je een strafpunt. En dat betekent die constitutionele symptomen meer dan 10% lichaamsgewicht, verlies, koorts, nachts of nachtzweten. Als je HB kleiner is dan 6,2 millimol per liter, dan krijg je een strafpunt als de leukocyten boven de 25 zijn. En dat was bij deze patiënt en daarom kreeg hij 1 punt. Als je blasten, jonge onrijpe cellen in je perifere bloed hebt zitten, die normaal alleen in het beenmerg zitten, krijg je een strafpunt. En dat tel je allemaal bij elkaar op. En het HB geeft dan nog 2 punten als dat laag is. En dan kom je tot een scoresysteem. En dan kun je, als je 0 punten hebt, heb je een lagere score. Heb je intermediate 1, heb je een middelmatige score. Intermediate 2, middelmatig hoog. En hoog, dan zit je echt in de hoge risicocategorie met het aantal punten. En dat betekent ook dat je een andere overleving hebt. Want als je een lage overleving hebt, lage score hebt, dan overleef je gewoon heel erg lang. Maar heb je een intermediate, en dat zie je al, of een intermediate 2 of een high, dan wordt de overleving van de patiëntengroep, en dat zijn grote groepen, dat geldt dus niet voor elk individu op zich, maar het is alles bij elkaar geveegd, nemen rap af van 4 jaar naar 1,5 jaar. Dus dat betekent dat die scores van belang zijn om te kijken van wat de prognose van de patiënt op de lange termijn gaat doen. Na die DIPS-score is ook de DIPS-plus-score geïntroduceerd. En in de DIPS-plus-score die is al een beetje beter als die DIPS, omdat die ook nog cytogenetische afwijkingen meeneemt. Dat was in de tijd dat we nog niet zo goed de moleculaire biologie in de vingers hadden, de moleculaire afwijking. En toen hebben we de cytogenetische afwijkingen, dat zijn echt maar afwijkingen die je ook kunt vinden in die cellen door cytogenetisch onderzoek te doen. Als je daar dan afwijkingen vindt in die zieke stamcellen, dan telt dat ook mee in de score. En dat geeft alweer een iets betere discriminatie van wie hoog en wie laag risico is.
Nou, dit is dan in feite de scores die tot voor kort eigenlijk allemaal gebruikt werden. En ik zal dadelijk de wat nieuwere scores nog laten zien. De IPSS is eigenlijk de score bij diagnose, maar die kun je alleen maar bij diagnose stellen. De DIPS, de D staat voor dynamic. Dat betekent dat je hem eigenlijk gedurende het hele ziektebeloop kunt gebruiken. He, zoals ik hem net heb laten zien. En die DIPS plus, dat is dan diezelfde score waar dan ook de cytogenetica bij in zit. Ja hoor. Is die DIP-score, wordt die alleen bij de Radboud gebruikt? Nee, die gebruikt het internationaal. Iedereen gebruikt het. Ja. Dus ook andere UMC's? Ja, ja. Het is gewoon staat ook in de Nederlandse richtlijn, dat is geen. Nou, de patiënt dan weer. Hij heeft dan weinig specifieke krachten als hij bij mij komt. Hij is dan wel 4 tot 5 kilogram afgevallen in 2 jaar. En hij wijt dat ook aan een burn-out die hij heeft gehad. Hij heeft geen jeukklachten meer op dat moment. Geen nachtzweten, geen koorts, ook geen buikpijnklachten. Hij valt niet af in gewicht. Heeft af en toe een beetje hoofdpijn. Gebruikt op dat moment alleen aspirine, acetylsalicylzuur. 1x80 milligram. En het laboratoriumonderzoek laat dan zien dat er een HB is wat normaal is. Leukocyten blijven verhoogd met 29,2. Plaatjes die nemen toe, 592. Dat was hoger dan bij de internist in het perifere ziekenhuis. En in de handen zien we dan myeloïde voorstadia. En dan zien we wel die 2% blasten. Dus dat betekent dat die ook in die DIP-score iets hoger scoort dan bij de eerste internist. En het LDH als soort kenmerk voor de afvalstoffenberg, dat geeft, als er veel cellen aan delen zijn, stijgt dat LDH, dat is ook iets verhoogd. Dus dat laat zien dat er toch wel wat meer cellen aan het delen zijn. Nou, wat gaan wij dan in het Radboud als aanvullend onderzoek dan nog doen bij deze patiënten? Dat is dat wij nog eens een keer aan onze patholoog, want we hebben een hele goede patholoog die B-merkbiopte goed kan bekijken, dat we nog eens gaan vragen van, klopt het wel wat ze elders ook hebben verslagen van dat B-merk? En dan willen we dat graag bevestigd zien. En de patholoog die bevestigt inderdaad dat wat men elders had gedaan, en dus vaak is dat ook wel zo, dat in ieder geval akkoord is. Maar wat vooral van belang is, en dat zal ik ook dadelijk laten zien, dat die mate van myelofibrose, dat moet heel goed door de patholoog worden vastgelegd, omdat dat in de nieuwere scoringssystemen en ook in de nieuwe WHO-classificatie een belangrijke rol speelt. En we gaan dan tegelijkertijd kijken of we nog andere mutaties zien. He, want wij waren inmiddels in staat in Nijmegen om wel de MIPPEL en de CalR te bepalen. Maar dat vonden we bij deze patiënt ook niet terug. We vonden eigenlijk geen drivermutatie. En dat is gek, want bijna alle patiënten vind je een drivermutatie. Maar je hebt een patiëntencategorie die zogenaamd triple negatief is. Dat zijn de patiënten die geen drivermutaties hebben in JAK, MIPPEL en CalR. En dat is een aparte entiteit geworden. En als we dan die DIP-score uitrekenen, dan heeft hij 1 puntje meer, omdat naast die leukocyten ook het blastenpercentage in het bloed aan het toenemen is. En hier zie je nog heel even wat die betekenis is van die drivermutaties. Want je ziet hier in deze grafiek dat als je de CalR-mutatie hebt, dat je een gunstigere prognose hebt op te overleven dan als je de JAK2-mutatie hebt of als je de MIPPEL-mutatie hebt. Dus patiënten met CalR die doen het beter en inmiddels weten we ook al dat het maar 1 type van de CalR is. Want die CalR die kun je weer uit elkaar halen in 2 subtypes. En dat maar 1 type is die dat echt zorgt voor de betere overleving. Maar dat is wel het type wat het vaakst voorkomt. Dus dat betekent ook dat daarom die curve zo hoog ligt. Omdat die veel frequenter voorkomt, de type 1 CalR mutatie. En dat is belangrijk, want dat komt ook weer terug in de nieuwe scoresystemen. En als je dan gaat kijken, hoe die triple negatieve patiënten die zeg maar helemaal geen mutaties hebben, die doen het eigenlijk heel slecht. Die overleven heel slecht met een mediane overleving van maar 2,3 jaar. Dus na 2,3 jaar is de helft van de patiënten dood. En dat betekent dus dat deze patiënt in feite ook een slechte prognose had op basis van het feit dat hij niet een van deze andere mutaties had. En wat we toen gedaan hebben is dat we nog meer willen weten. En wat we gedaan hebben is dat we gekeken hebben van ja, we hebben nou geen JAK, we hebben geen CAL, we hebben geen MIPPEL bij deze patiënt, hebben we aan kunnen tonen. Kunnen we dan wel andere mutaties nog aantonen? Want er moet iets zijn bij deze patiënt. En dan gaan we een heel groot, wat wij noemen myeloïd panel aan moleculaire afwijkingen loslaten op deze patiënt om te gaan kijken of die afwijkingen heeft
die dan toch nog kunnen laten zien dat we hier met een ziekte te maken hebben die uit één stamcel afkomstig is en die ook ongunstig is qua prognose. En die afwijkingen, deze afwijkingen, daar is ook van aangetoond dat ze ook ongunstig zijn in de prognose. Want als je een van deze afwijkingen hebt, bijvoorbeeld een ASXL1-mutatie of een EZH2-mutatie of een SRSF2-mutatie, dat zijn allemaal mutaties in de kwadratische cel. Als je die als extra mutatie hebt of als alleen voorkomende mutatie bij een triple negatieve patiënt, dan zie je dat die patiënten ook het ook slechter doen. En voor de ASXL1 zie je dat die het gewoon veel slechter doet dan de patiënten die het ASXL1 niet hebben. Belangrijk is dat met betrekking, en nu komen we langzaam richting de stamceltransplantatie, met betrekking tot de scoresystemen, de toegenomen kennis van deze moleculaire afwijkingen heeft bijgedragen aan het incorporeren van deze kennis in een nieuwe scoringssysteem. Waarom? Omdat je met het opnemen van deze afwijkingen nog veel beter de patiëntencategorieën uit elkaar kan trekken die echt hoog risico lopen. En dat is door Gemelli en consorten, zou ik maar zeggen, is dat gepubliceerd vorig jaar, ook gepresenteerd op het Amerikaanse congres, hematologiecongres. En hij heeft een nieuwe score geïntroduceerd en die noemen ze de MIPS-70. En MIPS-70 is een belangrijke score voor de patiënten die richting stamceltransplantatie gaan. 70 komt af van het feit dat 70 op dit moment ongeveer de grens is waarop we nog stamceltransplantaties doen. Kan er wel eens een jaartje boven zitten, een jaartje onder zitten, hangt natuurlijk ook van de biologie af van de patiënt. Maar daar is dat op gebaseerd, die naam. En die M die staat voor mutational. Dat betekent dat in die score nu ook de mutaties zijn opgenomen. En die score die lijkt eigenlijk weer heel erg op die DIPS-score, maar hij verschilt er wel van. En wel zit er weer opgenomen dat hemoglobinegehalte, die blasten, maar je ziet hier ook dat hier ook de fibrose is opgenomen. En daarom is die patholoog zo van belang, want die moet goed aangeven hoeveel die fibrose in het beenmerg is, want dan kunnen we dat meenemen in die score. Nou, de constitutionele symptomen worden hier weer meegenomen en dan de hoogmoleculaire risicocategorie van de mutaties. Want als we één extra mutatie vinden waarvan we weten dat die in die hoogrisicocategorie zit, krijg je daar ook een strafpunt voor. En als je er twee vindt zelfs, dan krijg je er twee strafpunten voor. Verder de plaatjes die kleiner zijn dan 100 worden meegeteld en de leukocyten. En men heeft dit uitgetest op hele grote groepen in Amerika en in Italië. En dat kwam heel goed overeen in die cohorten. En dat betekent dat je deze score heel goed kunt gebruiken. En je ziet ook dat dat een hele belangrijke verschil in overleving biedt. Want als je een hele lage score hebt, dan zie je ook dat die patiënten het best goed doen. Dat die patiënten voor een hele tijd nog rustig kunnen zijn. En dat je die patiënten helemaal niet op korte termijn richting stamceltransplantatie hoeft te loodsen. Maar op het moment dat je in de intermediate groep zit, of in de hoge risicogroep, dan zie je eigenlijk dat er al heel snel een veel slechtere prognose voor die patiënten gaat ontstaan. En dat je er waarschijnlijk wel wat mee moet doen. En de high en intermediate wordt gebaseerd op deze aantal punten die je dan oploopt in die score. Die MIPS die werd dan gevolgd ook nog door een andere score. Die hebben ze ernaast gebruikt en dat is de MIPS 70+. En deze twee scores die moet je naast elkaar gebruiken. Waarom? Omdat in die MIPS 70+ ook weer die cytogenetica uit de DIPS+ wordt gebruikt. Want je kunt toch afwijkingen hebben in de cytogenetica zonder dat je dat in de moleculaire diagnostiek vindt. En dat betekent dus heel simpel dat je dan nog een extra factor hebt die bij kan dragen aan een slechte prognose. Dus deze wordt er in deze score meegenomen, hoewel dan ook nog steeds de mutaties hier ook wel worden meegenomen. Dus deze die geeft nog een beetje extra informatie. En ook deze score die kan weer heel goed leiden tot verschillende prognoses. En hier konden ze zelfs vier groepen uit elkaar trekken die onafhankelijk van elkaar toch een bepaalde prognose had. En dan zie je ook dat als je maar een score van 0 tot 2 hebt, dat je nog 20 jaar te gaan hebt. Dus dat betekent gemiddeld dan. Dus dat betekent dan ook dat je dan ook niet zo zorgen hoeft te maken op de korte termijn. Maar loopt die score op naar intermediate, high of very high, dan zie je al dat de overleving van die patiënten al snel slechter wordt en dat er wel wat mee moet gebeuren op afhankelijk van ook het ziektebeeld en de conditie van de patiënt. Nou, en wat belangrijk is, en dat vind ik toch wel belangrijk, en ik denk dat daarom deze score ook gebruikt gaat worden, misschien ook wel
ja, als de, zeg maar, mutatieanalyse meer ingeburgerd is en ook de kosten van die mutaties goedkoper zijn om het ook bij oudere patiënten te doen. Maar nu wordt het op dit moment nog niet bij oudere patiënten gedaan, omdat die oudere patiënten in principe niet getransplanteerd worden. Maar wat je ziet is dat je die met die score eigenlijk veel beter kunt discrimineren. Dat je de patiënten veel beter kunt toewijzen aan een bepaalde groep. Want slechts 54% van de patiënten... Of 54% van de patiënten die in de MIPS high risk blijken te zijn, werden ook high risk geclassificeerd in de IPSS. En dat betekent dat 46% van de patiënten eigenlijk een hogere risicoscore had in deze score dan in de ouderwetse DIPS score. Dus dat betekent dat die ouderwetse DIPS score eigenlijk onderschat. En dat deze score, als je de mutaties erbij telt, de patiënten veel nauwkeuriger, zeg maar, toewijst tot een bepaalde groep. En je veel nauwkeuriger kunt bepalen wat uiteindelijk de prognose voor deze patiënt kan zijn. Nou, en dat is van belang. Want ook in deze patiënt hebben we de DIPS uitgerekend. Daar had hij 2 punten. Intermediate 1. De DIPS Plus hebben we ook gebruikt, maar dan kwam hij op intermediate 2 uit. En dan zie je dat hier al een heel groot verschil uitkomt van overleving. Dan denk je, ja, wat moet ik daar nou mee? De ene score geeft 14 jaar aan, de andere 2, dat is nogal een verschil. Terwijl dat eigenlijk gewoon dezelfde scores zijn op eenzelfde moment. Maar we vonden bij deze patiënt met die extra zeg maar mutatieanalyse dat hij een ASXL1 mutatie had. Dus dan betekent dat hij in die MIP-score veel hoger gaat scoren. En dat hij daar in een high risicogroep zat met 6 punten in totaal. En dat hij in de MIP-70 ook in een high risicogroep zat. En waarbij je dan een mediane overleving hebt van 2,3 jaar en 3,9 jaar. En dan zie je dat dat veel beter bij deze score uitkomt dan bij deze. Dus dat je samen, als je deze 2 scores gebruikt, dat je eigenlijk heel goed kunt aangeven van wat voor een risico die patiënt nou eigenlijk loopt. En nou, wat hebben we toen gedaan bij deze patiënt? We hebben de risicofactoren voor hart- en vaatziekten natuurlijk geoptimaliseerd. Je wil niet dat ze trombose hebben. Hij had al trombocyte aggregatieremming, aspirine, dat is goed. En we hebben geprobeerd in ieder geval bij deze patiënten witte bloedcellen naar beneden te krijgen. Want die witte bloedcellen, dat zijn extra factoren die kunnen leiden tot zeg maar een trombosekans. Dus we hebben Hydrea gegeven aan deze patiënt. Je kunt hem eventueel PEG interferon alpha geven, maar daar ga ik nu verder niet in. En deze patiënt is toen gestart met Hydrea, maar we hebben wel, gezien zijn prognose, een donor search opgestart. Dus het zoektocht naar een donor en die patiënt polyklinisch nauwkeurig gevolgd. Want we willen op momenten dat die patiënt echt onrustig begint te worden, ook in zijn bloedbeeld, willen we hem eigenlijk zo snel mogelijk kunnen transplanteren. Wat vragen hierover? Ja. Op welk moment heeft u besloten om hem in het Radboud te houden? En op welk moment besluit u om zo'n patiënt eventueel nog naar een perifere ziekenhuis terug te sturen? In overleg met de behandelend arts die hem verwijst. Als een patiënt nog lang te gaan heeft, dan stuur ik hem altijd terug naar de eigen dokter. Met de vraag om wel af en toe 1 keer in het jaar dat bloed op te sturen voor eventueel extra mutaties als het jonge patiënten betreft. Zodat we dan kunnen kijken van gaat die van een lagere naar een hogere risicoscore. En dan kan die prima bij de eigen dokter in de eigen regio zitten. Maar als patiënten betreft die hoog zitten en die aan het rommelen zijn, dan houden we ze zelf omdat we die timing zo belangrijk vinden. En dat we dan ook heel snel richting het stamceltransplantatietraject kunnen loodsen. En dit is zo'n patiënt, dit is een tweede patiënt, 61 jaar, wat ouder. En die had in april van 2017 een primaire myelofibrose, ook triple negatief bevonden, elders. Had een leukocytose, 22, een B-merg met een myelofibrose, graad 2, met een geringe extramedullaire hematopoëse. Dat betekent dat de bloedaanmaak buiten het B-merg ook plaatsvindt, bijvoorbeeld in de mild. Cytogenetica had hij ook afwijkingen, trisomie 8 en trisomie 21. En ik heb u net verteld, dat telde niet MIPS mee. En uiteindelijk komt hij in de DIPS komt hij op een intermediate 1 score uit. En krijgt hij dan trombocyteaggregatie, remming en was er een expectatief beleid gevoerd. Maar hij werd doorverwezen naar ons toe, omdat toch niet lang daarna al de mild begon te groeien. En als je die MIP-score uitgerekend had, dan had je al geweten dat hij veel hoger zat in die score. Maar de mild die begint te groeien, de leukocytose neemt toe, het LDH dat stijgt, had geen constitutionele symptomen, gebruikte nog geen celremmende middelen. Nou, toen hebben wij nog gedacht, is er dan nog een andere ziekte aan de hand? En ja, wat moet je dan doen? Nou ja, je moet dan natuurlijk de mutaties gaan bepalen. En dat hebben we gedaan.
En toen bleek deze man maar liefst 3 extra mutaties te hebben. Een A6L1, een SRSF2 en een TET2. En dat zijn allemaal slecht risicomutaties. En dat betekent dat je ze ook op kan tellen. En je krijgt sowieso al 2 punten in die MIP-score, omdat je 2 van die high-risk mutaties hebt. En grappig genoeg, vonden we ook de JAK-mutatie. En die JAK-mutatie was dus blijkbaar elders gemist. Dus deze patiënt was eerlijk triple negatief beschouwd, maar dat was hij eigenlijk niet. Hij had eigenlijk toch een JAK2-mutatie. Nou, als je dan die scores gaat uitrekenen, dan komt hij met die DIP-score komt hij op een gemiddelde leeftijd overleving van 14 jaar. Maar met de DIPS-plus-score komt hij maar op 2,9 jaar. Met de MIPS-70-plus op 3,9 jaar. En dan met de MIPS-70 op 1,7 jaar. Dus dat betekent dat dit een slecht risicopatiënt is. En die moet je snel richting stamceltransplantatie leiden. Nou, we hebben hem ook behandeld. U noemt celremmende middelen. Ja. Wat bedoelt u daar? Idrea of interferon. Ja. Middelen die in ieder geval zorgen dat je HB en je, bij PV, bij je plaatjes bij ET naar beneden gaan. Dat zijn celremmende middelen. Wij zijn hierbij gestart met Hydrea, hebben een donor search opgestart en gezien dus die MIP 70 plus score was een snelle stamceltransplantatie, vonden wij geïndiceerd. Ook gezien het klinische beeld van de patiënt en zijn leeftijd die ook al behoorlijk was, waarbij je ook niet al te lang wil wachten en hij nu in een goede conditie was. Nou, nog even tussendoor, is er een indicatie voor JAK2-remmers in deze patiënten? En we weten dat ruxolitinib de enige geregistreerde JAK2-remmer is. En ruxolitinib dat rankt zowel het normale als gemuteerde JAK2. Ja, dat is ook belangrijk om te onthouden. Dus dat betekent dat het ook de bijwerkingen geeft doordat het niet gemuteerde JAK2 remt. Dus het is dus niet specifiek. En het is ook actief bij JAK2, CALR en MIPL-mutaties. En dat kun je heel mooi verklaren aan de hand van dat flatgebouw. Want die JAK2-remmers die remmen daar op die onderste verdieping. En als je dan MIPL of CALR hebt die hoger zit, dan wordt dat toch lager afgeremd. Dus dat betekent gewoon dat die JAK2 onderaan de lijn zit. En daarom werkt die JAK2-remmer ook bij MIPL en CALR-mutaties. En het geeft een goede reductie van de mild, dat weten we. Het remt de cytokines. En het geeft ook vermindering van die constitutionele symptomen. Nachtzweten, jeuk verdwijnt doordat die cytokines geremd wordt. En mogelijk geeft het ook verlenging van overleving. Niet omdat die ziekte nou zo ver teruggedrongen wordt, maar omdat de conditie van de patiënt verbetert. Eén vraag stellen. Ik noem het Jakavi. Maar is dat ook een celvermindering? Of is het gewoon... Nee. Dat ga ik u nu vertellen. Ja. Want de Jakavi heeft maar heel weinig effect op de hoeveelheid zieke cellen. En dat zie je hier. En je ziet eigenlijk dat in feite bij de patiënten die met ruxolitinib behandeld werden, eigenlijk maar heel weinig ziekte eigenlijk uitgeschakeld wordt. Dus je vermindert de symptomen, je houdt de patiënt in een betere conditie, daarom overleeft hij langer. Maar de ziekte zelf, daar doe je niks aan. Daar doe je in feite niks aan. En je ziet ook nog dat door de bijwerkingen die het middel heeft, want het heeft natuurlijk ook bijwerkingen die middelen, dat ook een deel van de patiënten, 40%, al na 3 jaar gestopt is, of heeft moeten stoppen. Doordat er toch te veel bloedarmoede ontstaat, of dat er toch andere problemen gaan ontstaan. En je ziet wel dat uiteindelijk de overleving beter is bij patiënten die ruxolitinib gebruiken. Maar dat komt meer omdat ze dus in een betere conditie worden gehouden. Dat heeft niks met de hoeveelheid ziekte te maken. Nou, kunnen we dan, en dat is heel actueel op dit moment, kunnen we ruxolitinib dan ook nog gebruiken bij stamceltransplantaties? Wij denken van wel, want we kunnen proberen om die patiënt voor die stamceltransplantatie in een betere conditie te krijgen met een kleinere mild, met minder ontsteking, met aankomen in gewicht. Als je 4, 5 kilo of 10 kilo aankomen in gewicht in een korte tijd, dan betekent dat dat die patiënt in een veel betere conditie richting die stamceltransplantatie gaat. En dat dat op mogelijk een positief effect kan hebben op de uitkomsten van de stamceltransplantatie. En dat is iets wat we ook op dit moment in HOVON-verband onderzoeken. Want een allogene stamceltransplantatie, nou komen we echt richting de diepte van de allogene stamceltransplantatie, is de enige mogelijkheid om die MPN's te genezen. Want de patiënt moet fit genoeg, de patiënt moet wel fit genoeg zijn. De patiënt moet niet te snel groeiende ziekte aan boord hebben, dat kan niet. De patiënt moet niet te veel bijkomstige ziekte hebben, dus hij mag niet te veel
extra ziektes hebben. En dus daar hebben we een score voor. Hij moet geen hartinfarcten gehad hebben, slechte hartfunctie, slechte longfunctie. Dat is een probleem, want dan ga je ook problemen krijgen rondom die transplantatie. Er moet natuurlijk een geschikte donor zijn. En de leeftijd, zoals ik al zei, is geen absolute scheidslijn, maar het gaat meer tegenwoordig om de conditie van de patiënt. Nou, wat doet nou zo'n allogene stamceltransplantatie? En hier ziet u eigenlijk het principe van de allogene stamceltransplantatie. En dat is dat we het hele afweersysteem, het hele hematopoëtische systeem, dus het hele bloedaanmakende systeem van de patiënt gaan vervangen door stamcellen van een donor die dat dan gaan overnemen. Wat moeten we dan doen? We moeten de patiënt dan chemotherapie geven. En die chemotherapie heeft twee doelen. Enerzijds een stuk ziektereductie, dus de ziekte naar beneden halen, maar aan de andere kant ook de weerstand van de patiënt naar beneden halen. Want die eigen cellen, die eigen weerstandcellen, als je die te veel laat bestaan, dan kunnen ze het stamceltransplantaat weer afstoten. Dus je moet ruimte maken, je moet de afweer van de patiënt lam leggen, waardoor het afweersysteem van de donor hier als het ware kan gaan homen, kan gaan groeien. En tegelijkertijd wil je natuurlijk ook nog een stukje ziekte uitschakelen met behulp van de chemotherapie. En de belangrijkste cellen die een rol spelen in de vernietiging van die cellen, dat zijn de zogenaamde T-cellen en NK-cellen die in dat stamceltransplantaat zitten. En die dan als het ware proberen die eigen bloedaanmaak van die patiënt, inclusief de goede bloedaanmaak die er is, weg te halen. En dan ook tegelijkertijd de kwaadaardige cellen, de kwaadaardige klooncellen op te ruimen en de volledige plek in te nemen. Nou, dat noemen we dan het graft versus host principe. Dat is geen graft versus host ziekte. Voor degenen die een beetje al thuis zijn in het stamceltransplantatieland. Een graft versus host principe wil zeggen dat je de resterende cellen van de host, ook de goede bloedcellen, worden eruit gewerkt door het afweersysteem van de donor. En omgekeerd de zieke cellen, dat noemen we het graft versus leukemia principe, waarbij, of het graft versus myelofibrose principe, waarbij de stamcellen van de donor met de afweercellen in staat zijn om deze ziekte uit te roeien. En uiteindelijk het hele beenmerg te bevolken met stamcellen van de donor, waarbij er geen kwaadaardige cellen meer zitten. En uiteindelijk dan voor genezing van de patiënt zorgen. Nou, daar moet die patiënt dan ook voor voorbereid worden. Die moet behandeld worden met chemotherapie. En dit is in feite de meest gebruikte vorm van chemotherapie op dit moment. Vroeger gaven die patiënten veel hogere doseringen chemotherapie dan tegenwoordig. Omdat we toen niet wisten dat je met lagere doseringen toe kon komen. En toen was de sterfte aan transplantatie zelf was ook veel hoger. En konden ook jongere patiënten als enige transplanteren. En boven de 40, 50 werd het niet gedaan. Maar met de nieuwe methodes die we tegenwoordig hebben, de nieuwe conditioneringsregimes, kunnen we die patiënten veel beter behandelen. En dat betekent dat de patiënt dan op dag min 8 of dag min 9 bij ons opgenomen wordt, dat er een lange lijn geplaatst wordt. Dat is een katheter in een van de grote bloedvaten, waardoor dan de chemotherapie gegeven kan worden, waardoor we ook bloed kunnen afnemen en ook die stamcellen kunnen laten inlopen. De patiënt krijgt dan een aantal dagen een chemotherapie fludarabine. Dat is vooral bedoeld om de weerstand naar beneden te brengen en ruimte te scheppen in het beenmerg. Hij krijgt busulfan en die busulfan is vooral gericht weer tegen de zieke cellen, tegen de myelofibrosiscellen. Hij krijgt zogenaamde ATG en ATG dat is een soort konijnenantistof en dit is vooral bedoeld om de afweercellen van de patiënt eruit te nokken, zodanig dat stamceltransplantaat ook weer goed kan groeien. En uiteindelijk krijgt hij dan op dag wat wij nul noemen, krijgt hij dan de stamcelinfusie. En met de stamcellen van de donor. En tegelijkertijd start zo'n patiënt dan ook nog met bepaalde medicijnen om als het ware het systeem van de donor aan de patiënt te laten wennen. En dat moet hij gedurende ongeveer een half jaar tot drie kwart jaar gebruiken. Wordt langzaam afgebouwd en na een jaar moet de patiënt helemaal van de medicijnen af zijn. Chemo, want het komt ook wel eens voor dat je eerst chemo en dan na 8 weken en dan... In principe, als je geen leukemie hebt, is dit de enige chemo. Het is niet zoals bij een acute leukemie dat je eerst chemo te kuren krijgt en dan pas deze conditionering. Dat noemen we een upfront stamceltransplantatie. De patiënten krijgen geen chemo, ze zitten nog op Hydrea of ze zitten nog op Hydruxolitinib. Dat stoppen we op de dag dat we hiermee beginnen. Maar er gaat geen chemo aan vooraf in principe. Behalve als het al een leukemie is, maar dat is een heel ander hoofdstuk. Nou, de resultaten van allogene stamceltransplantatie worden gelukkig steeds beter. Je hebt een betere donorselectie tegenwoordig, omdat we veel beter de goede donor bij de goede patiënt kunnen zoeken.
We hebben veel beter ondersteunende zorg met antibiotica, mogelijkheden op intensive care als het nodig is. Maar vooral ook die reduced intensity conditioning regimes, waarbij we niet zoveel en niet zo zware chemotherapie geven aan de patiënt. Die hebben bijgedragen aan een veel betere prognose voor die patiënten na stamceltransplantatie. Maar het blijft steeds een balans tussen enerzijds het risico op transplantatiegerelateerde overlijden versus het overlijden aan de ziekte. Hè? Want hoe minder intensief je natuurlijk die conditionering geeft, hoe groter de kans is dat die ziekte ook weer terugkomt. Omdat je die ziekte ook voor een deel uit moet schakelen. Want dat nieuwe B-merg, die nieuwe stamcellen van die donor, kunnen het niet alleen. Ze moeten samenwerken met, als het ware, de chemotherapie. En je timing is heel belangrijk, want zowel bij de jonge als de oudere patiënt moet je zien, die ziekte begint nu onrustig te worden. Want als je eenmaal een acute leukemie hebt na een myelofibrose, dan is dat een veel moeilijkere leukemie om te behandelen. En met veel meer complicaties gaat dat gepaard dan een andere acute leukemie van een patiënt die geen myelofibrose heeft. En dan is het ook veel lastiger om die patiënt uiteindelijk tot stamceltransplantatie te brengen. Nou, wie gaan we nou direct transplanteren? Dat zijn natuurlijk die high-risk patiënten, hè? De patiënten met de intermediate 2 risks en die al transfusieafhankelijk zijn, want transfusieafhankelijkheid is ook een heel slecht teken, omdat je dan in feite veel ijzer gaat stapelen. Nou, eventueel een korte voorbehandeling met JAK2-remmers, zal de daad laten zien, dat gebeurt nu ook in studieverband. We willen die mild eigenlijk kleiner krijgen, we willen minder constitutionele symptomen hebben en een verbetering van de algemene conditie. En wie kunnen we eventueel later transplanteren? Dat zijn op het moment dat je het risicoprofiel ziet veranderen van de patiënt, dan moet je hem gaan transplanteren. Dat is de groep die we dus later, die dus hier niet direct deze eigenschappen hebben. En wanneer gaan we die dan transplanteren? Op het moment dat het risicoprofiel verandert. Op het moment dat je kunt ze dus tijdelijk wat ruxolitinib geven, ook deze patiënten, maar ook dan, als de ziekte onrustiger wordt, moet je ze transplanteren. Als de anemie toeneemt, of de transfusieafhankelijkheid gaat ontstaan, of de blasten in het bloed gaan toenemen, of dat je ziet dat de ziekte op de huidige behandeling die je hebt toch onvoldoende reageert, dan is het tijd om ze richting stamceltransplantatie te loodsen. Nou, een allogene stamceltransplantatie is lastig bij myelofibrose, lastiger dan bij alle andere ziektes. Waarom? Omdat je toch over het algemeen een trager herstel hebt van de bloedwaardes na de transplantatie. Want die stamcellen moeten in een slechte bodem gaan groeien, omdat die bodem al voor een deel verbindweefsel is. Die verbindweefseling die is wel helemaal omkeerbaar. Dus uiteindelijk kan dat bindweefsel in het B-merg helemaal oplossen. En kunnen die stamcellen daar gaan groeien. Maar dat kan soms 1 tot 2 jaar duren voordat dat proces helemaal weer omgekeerd is. En je hebt dan dus een grotere kans op het niet of het minder goed aanslaan van de transplantaat. En dat is veel groter dan bij andere stamceltransplantaties. En dat heeft alles met die slechte bodem te maken. En je hebt dan ook vaker een extra boost of een retransplantatie, soms wel met een andere donor, is er noodzakelijk om uiteindelijk tot succes te komen. Waarbij je dan die eerste donor als het ware gebruikt om een stuk voorwerk te doen en dan toch een tweede transplantatie nodig hebt om uiteindelijk succesvol te zijn. Nou, soms heb je geen volledige herstel van de bloedwaardes, maar ben je wel vrij van ziekte. En ben je ondanks dat die bloedwaardes zich niet volledig hersteld hebben, toch gewoon in staat om verder normaal door te leven. Nou, het blijft de enige mogelijkheid om uiteindelijk tot genezing te komen. En ja, de belangrijkste complicatie van zo'n stamceltransplantatie is de graft versus hostziekte. En dat wil ik toch heel eerlijk er ook wel bij vertellen, want het lijkt allemaal heel simpel en het is ingewikkeld. Maar aan de andere kant, we zijn er aardig geroutineerd in. Maar deze factor, dat is iets wat we niet in de hand hebben voor een deel. Uiteindelijk moeten we de patiënt en donor zo goed mogelijk bij elkaar zoeken. Dat doen we ook. Want op het moment dat we dat doen, dan ga je toch een heel immuunsysteem van een donor in een patiënt transplanteren. En dan heb je toch even een soort black box waarbij je niet weet wat er gebeurt. En dan kan zo'n transplantaat ook gemene dingen doen. En dat betekent dat zo'n transplantaat dan in een lichaam komt waarin het niet thuis hoort. En dat het behalve die ziekte en dat B-merg in die zieke cellen ook je gezonde weefsels ziet als vreemd. En denk van, want een afweersysteem heeft altijd geleerd wat vreemd is, moet ik opruimen. Infecties, bacteriën, virussen, daar heb je afweersysteem voor. Dus dat afweersysteem heeft geleerd aan te vallen.
Als dat afweersysteem dan in een patiënt komt die niet, zeg maar, waarbij het afweersysteem toch zeg maar, zaken ziet die niet helemaal identiek zijn, dan kan het afweersysteem in ten aanval gaan. En dan kan het de huid, zoals je dat hier ziet, of de mond en het maag-darmstelsel heel ernstig aantasten, de lever of de long. En dat betekent dan dat wij dat afweersysteem weer moeten gaan afremmen van die donor. En dat kunnen we wel met bepaalde medicijnen, maar die hebben ook weer allerlei bijwerkingen. Maar je kunt je tegelijkertijd voorstellen wat er gebeurt als je dat nieuwe afweersysteem, en dat is dan ook het enige afweersysteem wat die patiënt heeft op dat moment, als je dat moet gaan remmen, want dan ben je niet meer beschermd tegen infecties. En dan gaan de infecties op de loer liggen en toeslaan. En dan kan de patiënt overlijden aan ernstige infecties. Dus de ziekte zelf kan tot ernstige problemen leiden, waarbij de weefsels helemaal kapot gaan en uiteindelijk de patiënt dat niet overleeft. Gelukkig zien we dat maar heel zelden, maar het kan wel gebeuren. En we kunnen het soms niet goed voorspellen. En de extra weerstand onderdrukkende middelen kunnen zorgen voor ernstige infecties. Nou, dat klinkt misschien afschrikwekkend, maar goed, en je moet het afzetten tegen wat zijn natuurlijk nu uiteindelijk de resultaten van de stamceltransplantaties. En als je ziet, dit zijn allemaal vrij recente studies, waarbij ze een groot aantal patiënten hebben gevolgd door de tijd heen die getransplanteerd zijn. En dan zie je toch dat, en dat waren allemaal patiënten, je ziet de meerderheid van de patiënten hebben allemaal een hoge DIPS-score. Die MIPS-score was er toen nog niet, want die is pas sinds vorig jaar in gebruik. Maar toen hebben ze het met de DIPS gedaan. En eventueel de DIPS plus, maar het waren allemaal hoge score patiënten, of die hadden kliniek waarom ze getransplanteerd moesten worden. En dan zie je dus dat de vijfjaarsoverleving van deze patiënten tussen de 41 tot, en ja, dus het wisselt heel erg, maar tussen de 41 en de 76% ligt. Nou, als je dat afzet tegen die curves die je hebt met die hoogrisicopatiënten met gemiddeld 2 jaar overleving, dan zie je dat deze resultaten veel beter zijn. En dat is dan ook een soort bewijs dat je in feite deze patiënten ook veilig kunt transplanteren. Want op het moment dat je dat niet doet, weet je dat de gemiddelde overleving van de patiënt maar 1,4 of 1,5 jaar nog is. En dat moet je afzetten tegen de mogelijkheden dat je uiteindelijk toch zo'n 60-70% van de patiënten langdurig kunt laten overleven en ook zelfs geneest van de ziekte. En dat is dus de afweging die je dus moet maken. Dus de risicoafweging, waarbij die mutaties ontzettend belangrijk zijn, versus ook natuurlijk de kans op problemen bij patiënten, leeftijd, et cetera, waarbij je dan uiteindelijk ook het niet meer veilig kunt doen. Nou, hier hebt u dan even nog de resultaten van Nijmegen. Die wil ik u toch niet onthouden. Hè, want we hebben hier natuurlijk ook in Nijmegen transporteren we patiënten en we hebben dat internationaal conditioneringsregime wat ik u net liet zien, dat hebben we omarmd. Zijn ook niet zo heel veel patiënten, dit is een wat ouder plaatje, inmiddels zijn het alweer een stuk meer. En die curves liggen nog steeds precies hetzelfde. En je ziet dan dat uiteindelijk, en dit zijn de patiënten die overleven, dit zijn de patiënten waar we iets hebben moeten doen, waardoor ze uiteindelijk ook op deze curve terechtkomen. Dat zijn patiënten die we uiteindelijk een tweede transplantatie hebben moeten geven. Dit zijn de patiënten die zonder tweede transplantatie hebben overleefd, of zonder extra boost, of zonder lymfocyteninfusies. Daar ga ik nu verder niet op in. Maar uiteindelijk zijn dezelfde patiënten, dat zijn ook deze patiënten. Dus die patiënten zitten nu ongeveer, hebben we zo'n 80% overleving. En dit zijn de patiënten die helemaal zonder Crafters-Hoogziekte hebben overleefd. Maar dat betekent dat die Crafters-Hoogziekte niet heel ernstig is geweest, want ze zitten allemaal nog hier op deze curve, dus ze overleven het allemaal. Dus dit zijn de patiënten die helemaal geen Crafters-Hoogziekte gehad hebben. Dit zijn de patiënten waar we ook niks aan hebben hoeven te sleutelen. En dit zijn de patiënten die uiteindelijk overleven. En uiteindelijk, ik ken ze eigenlijk allemaal wel, ze hebben die allemaal een goede kwaliteit van leven. En die Crafters-Hoogziekte zit over het algemeen onder controle. Nou, ik ben bijna aan het eind van het verhaal. We hebben nu nog de HOVON 134 studie op dit moment lopen. Die is net geopend. Want wat willen we nu met de HOVON doen? We hebben als Nederlandse stamcelcentra besloten om allemaal hetzelfde conditioneringsregime te gaan gebruiken. Dat is het conditioneringsregime wat wij in Nijmegen al langer gebruiken. Dat we het precies op dezelfde manier doen. Dat we ook centraal alle
zeg maar, bepalingen laten doen van de beenmergen van de patiënten, ook de uitkomsten van de transplantatiecentraal bekijken, alle dingetjes die we meten in het bloed centraal laten bepalen, en dat we de patiënten gaan voorbehandelen met een andere JAK2-remmer dan Jakavi, maar met pacritinib. En dat pacritinib zou mogelijk een iets gunstiger effect hebben op de situatie voor de stamceltransplantatie. En daarmee willen we proberen om die uitkomsten van die stamceltransplantaties nog beter te maken dan dat ze nu zijn. En met name die failures, die patiënten waarbij de ziekte niet goed, waarbij de ziekte niet goed onder controle komt na die eerste stamceltransplantatie, om dat percentage te verbeteren. Dus deze studie is pas gestart in Nijmegen en het kan zijn dat mensen die hier in de zaal zitten gevraagd worden om daar eventueel aan mee te doen. Pacritinib. Ja. Dus samengevat, de jonge patiënt met myelofibrose, een nauwkeurige risico-inventarisatie bij diagnose en follow-up, dat is van belang. En ik heb u proberen uit te leggen hoe dat helemaal in elkaar zit en waarom we dat doen. Want dat is belangrijk, ook als we u vragen om bloed te geven om dit soort bepalingen te doen. Heb je geen hoog risico? Nou, cytoreductie met Hydrea, hè, dus celletjes naar beneden halen met Hydrea of met pechinterferon alpha en wachten tot het beeld eventueel onrustiger wordt. Wordt het beeld onrustiger, dan ga je mutaties bepalen. De jonge patiënt met echte last, die kan van of de mild of van de constitutionele symptomen, die kun je ruxolitinib geven. Belangrijk is de introductie van deze twee scoresystemen, omdat ze natuurlijk veel beter discrimineren wie nou wel en niet richting stamceltransplantatie moeten. Nou, de JAK-remmers voor de stamceltransplantatie geven, dat lijkt mogelijk een betere uitkomst te geven en dat onderzoeken we nu in het studieverband. En de resultaten bij allergene stamceltransplantatie die worden eigenlijk steeds beter. En dat heeft te maken met diverse factoren en ook de kennis die toeneemt. En uiteindelijk blijft het toch de enige mogelijkheid tot genezing van de ziekte. En ik ben begonnen met de oude brug in Nijmegen en dit is de nieuwe brug in Nijmegen. En er zijn nu alweer plannen voor nog meer bruggen of eventueel tunnels, zeg maar. Je ziet, de tijd staat nooit stil. En ik denk dat ik heb in ieder geval proberen duidelijk te maken hoe dat transplantatieveld in elkaar zit. En ik hoop dat u daar wat van opgestoken hebt. Ik heb maar één vraag. Ja. Dat mag wel. Dank voor de voordracht. Er is nog een minuut of vijf aan tijd om eventueel wat vragen te stellen. Ik weet niet of dat kan met of zonder microfoon. Maar ik wil graag nog een vraag stellen. Kan wel zonder. Toen het JAK2-mutatie bepaald werd, dat is natuurlijk al vele jaren geleden, vindt u dat dat dan nu voldoende is om daarbij te laten? Als ik dit nu allemaal hoor, denk ik van, ik zou ook wel willen weten hoeveel mutaties er verder nog in mijn lijf zitten. Ja, dat hangt er vanaf hoe oud je bent. Kijk, tot nu toe, het zijn dure bepalingen die nog niet overal standaard zijn. Het lab bij ons loopt daar redelijk ver op vooruit, maar in andere grote laboratoria van de universitaire centra kunnen ze het ook allemaal wel bepalen. En je moet je afvragen of dat zinvol is bij iemand van 75 of 80 om dat te doen. Omdat je deze scoresystemen waar die mutaties in verwerkt zitten, die worden vooral gebruikt voor stamceltransplantatiedoeleinden. Om iemand wel of niet richting stamceltransplantatie te laten gaan. En de vraag is dan altijd van, ja, als je dat nou doet bij iemand die 80 is, wat voegt dat dan toe? He, omdat we op dit moment geen geneesmiddelen hebben, geen behandelingen hebben die bij bepaalde mutaties effectief kunnen zijn. Dat veld gaat wel veranderen, want er zijn natuurlijk allerlei ontwikkelingen gaande om te kijken of je dit soort mutaties, of die beïnvloed kunnen worden door bepaalde medicijnen die allemaal in studieverband en in ontwikkeling zijn. En dan is het wel belangrijk, want dan kan je iemand van 80, kun je 90 laten worden met een medicament als je weet wat zijn mutatie is. Maar op dit moment zijn we daar nog vrij terughoudend mee, omdat het niet zo heel veel consequenties heeft. Behalve dan dat die patiënt misschien al weet dat hij een heel slecht risico heeft. Ja, dat kan dat de patiënt dat wil weten. Soms wil hij dat ook niet weten. Dat is altijd lastig. Ja. Maar het is vooral voor transplantatiedoeleinden dat wij vinden dat het eigenlijk gewoon moet bij de jongere patiënt. Die jonger is dan 70 en die conditie heeft dat hij eventueel ook getransplanteerd zou kunnen worden. Nog een vraag. Timing is vaak cruciaal, heeft u al aangegeven.
Uit ervaring weet ik dat het snel kan veranderen. Ja. Bij mij sloeg het om naar acute leukemie, maar gelukkig hadden we al een donor search gedaan. Ja. Gaat er veel tijd overheen over zo'n donor search? Want wij hadden al een donor. Helemaal vanaf. Als je veel broers of zussen hebt, maar dat wordt ook steeds minder, want katholieke, goede katholieke gezinnen die sterven uit, ja. Zal ik maar zeggen. Hè, maar als je veel broers of zussen hebt, dan weten we binnen 2 weken wel of er een geschikte broer of zus is. Dan moet je uitwijken naar de donorbank. En de donorbank in Nederland is booming. We hadden 5 jaar geleden nog maar 40.000 vrijwillige donoren in Nederland in die bank. En dat had alles te maken met steun van de overheid en dergelijke. De 2 donorbanken in Nederland zijn nu gefuseerd en die hebben nu een betere ingang naar de overheid gevonden. En we hebben het stamceldonorbestand kunnen uitbreiden nu naar 250.000 donoren in Nederland. Dus dat is een enorm toename. En wereldwijd staan er meer dan 18 miljoen van die donoren in die bank. Ja, als je de donor in Duitsland of het vinden van een geschikte donor op papier kun je in de bank gaat heel snel. Dat weet je binnen een paar minuten als je in het systeem kijkt. Maar dan weet je nog niet, dat zijn vaak nog niet zo diep uitgetypeerde donoren waar er nog allerlei kleine verschillen in kunnen zijn. Dus dan moet materiaal van die donor moet naar jouw centrum komen en dan moet je dat helemaal gaan kijken of dat precies hetzelfde is. En daar gaat natuurlijk tijd overheen. En is dat een Duitse donor of een Nederlandse donor, en gelukkig zijn er steeds meer Nederlandse donoren, dan kan dat heel snel gaan. Kunnen we binnen 1 week kunnen we dat geregeld hebben. Maar soms moet dat materiaal uit Brazilië komen of uit Thailand. En dan is het soms ingewikkelder. Maar het lukt vaak wel hoor, dus dat is wel het mooie ervan. Last op 10 en je gaat zeggen van ja, ik heb nog tijd nodig ik heb nog weken nodig om te achterhalen of er een donor is. Dan zeg je van ja, waarom pak je dan niet, wanneer is het moment? Dus eigenlijk de vraag, wanneer is het moment dat je een donortypering gaat doen? Nou, als je deze scores hebt, dan gaan wij wel een donor zoeken. Gaan wij in ieder geval kijken in de bank. Hè? En als we weten dat die dan in Duitsland zit en dat er daar... En soms zijn die donoren, en dat is tegenwoordig al heel goed uitgetypeerd. En dan kunnen we eigenlijk al op papier zetten, zeggen dat de geschikte donor is. Dan kunnen we eigenlijk daar gerust op zijn. Ontstaat er plotseling een leukemie, dan moet die patiënt toch eerst een behandeling krijgen voor die leukemie. En dan heb je ook nog 4 tot 6 weken... He, maar je wil dan misschien wel direct doortransplanteren, want de kans dat hij herstelt met zijn gewone bloedwaarde, dat die gewone bloedwaarde weer herstellen, bij zo'n myelofibrose is heel klein. Dus dan wil je die donor klaar hebben staan. Nou, binnen die 6 weken moet het wel lukken om zo'n donor te vinden. Mits de donor search niet te ingewikkeld is, want als je echt met grote verschillen gaat werken, ja, dan wordt het lastig. En dan moet je zelfs naar hele andere vormen van stamceltransplantatie toe. En dat is ingewikkeld. Of de donor moet van heel ver komen, ja, dan gaat er meer tijd overheen. Dat klopt. Zou je dan een laatste vraag toe willen? Ja. Dan weten we de tijd. Ja. De stamceltransplantatie voor fibrosepatiënten, om goede cellen er nog uit te halen uit het BMR, is dat mogelijk? Dus dat je zeg maar de transplantatie met je eigen cellen kan laten plaatsvinden? Ja, ik denk het niet. Of ik weet eigenlijk wel zeker van niet. Want. Die zus heeft het namelijk met kaler vorig jaar. Ja, maar met kaler is een ander soort, een hele ander soort ziekte. Ja. Maar in feite heb je namelijk, je hebt bij deze ziekte heb je dat kraft versus leukemie effect nodig. Je hebt echt het nodig dat de donorcellen, in feite de patiëntencellen opruimen. Want anders is die verbindweefseling kan niet omkeren. Dat kan anders niet gebeuren. En ik heb wel begrepen, in hoeverre zijn jullie met de navelstreng? Om daar cellen uit te halen. Dat kan. We doen ook navelstrengtransplantaties. Maar het probleem met navelstrengtransplantaties is dat het aantal stamcellen vaak veel te weinig is. Zeker om bij myelofibrose te gebruiken. En tegenwoordig kunnen we ook steeds beter. En die navelstrengtransplantatie doe je eigenlijk alleen maar als je geen geschikte donor kunt vinden. Want een navelstrengtransplantatie is altijd toch iets minder goed dan een gewone transplantatie met een donor, broer, zus of de bank. En tegenwoordig kunnen we in toenemende mate ook niet identieke donors gebruiken om te transplanteren. Dat zijn zogenaamde haplo-identieke stamceltransplantaties. Waarbij we met broer of zussen die niet identiek zijn of familieleden kunnen transplanteren. Dat moet dan wel op een hele andere manier gebeuren. Maar ook daar is een enorme ontwikkeling gaande en biedt dat ook mogelijkheden eventueel bij myelofibrose patiënten. Ja, dus die navelstrengen worden steeds minder gebruikt, wereldwijd ook. Ja, dank u. Oké, nou, vriendelijk dank nogmaals. Wij gaan zo meteen naar beneden.